Wat gaan we doen? Dat zie je vanzelf. Oh, hallo meneer. Hallo. Ik zal het even uitleggen. Venster wil een scheiding aanvragen, zoals u misschien al weet. Nou, dat is gewoon onzin. Hij heeft gewoon een midlife crisis. Dat is niet waar! Ach, wel, waar schatje. Sinds jij rond de 50 begint te zijn... Dan ben je altijd van die rare dingen. Eerst wilde je een Pokémon Club, toen wilde je motorrijden. En je hebt gewoon van die rare dingen de laatste tijd. Wat weet je van de Pokémon Kaartenclub? Ik dacht dat niemand dat wist. Ach, tuurlijk wel. En jij met je soepje altijd. Maar ze is beter dan jou. Oh, hoor je dat, advocaat? Hij gaat nog vreemd ook nog. Ik begrijp het helemaal. Is er ooit een goed moment in jullie leven geweest? Jawel, we hadden het altijd heel goed samen. Venster, weet jij het nog? Nee, ik herinner me niks meer. Weet je die keer niet meer toen ik je met dat samen lekker zat te ontbijten? Nee, die rozijn! Oh. Dat was leuk. Nee, ik ben het gewoon zat dat jij zo'n vrouwmens bent. Ik ga weg hier. Oh. Ik ga weg hoor. Ja, ik ga weg. Ja, nou doei. Hey, advocaat. Als je toch hier zo samen, zullen we een kopje thee gaan drinken of koffie? Nee, ik heb net al geluncht. Oh, nou jammer. We zitten hier zo gezellig met z'n tweeën, dat ik dacht. Maar ik heb wel een advies voor u. Wat dan? Scheiden? Nee. U moet elke keer dingen doen die uw man leuk vindt. Zo kunnen jullie het een beetje in balans houden. De ene keer doen jullie dingen die Venster leuk vindt. De andere keer doen jullie dingen die jij leuk vindt. Oké, maar vindt hij dat ook leuk? Ja, dus als hij zegt dat hij het vervelend vindt dat jij zo vrouwelijk doet, dan doe je het niet. Maar als jij vindt dat hij iets vervelends doet, dan moet hij dat niet meer doen. Oké. Nee, is goed. Dank u wel voor het advies. Dank u wel. Ik wil vooruit betalen. En dat doet Venster. Oplichters.